Dag dames en heren, goedemorgen. Ondanks dat er vandaag op diverse plaatsen in het land wel een paar buien vallen, is het toch redelijk droog buiten. En dat zien we zo her en der, waar de sproeiinstallaties aanstaan. En ik denk dat ze de komende dagen op een aantal plekken in het land echt nog wel overuren gaan maken. Want echt regen van betekenis zit er voorlopig niet in. En volgende week, dan lijkt het zomer weer terug te keren. Vandaag hebben we met veel meer bewolking te maken. Bewolking waaruit vooral in het noorden, midden en oosten met enige regelmaat een paar buien vallen. Kortdurende, soms best wel felle buitjes, maar de regenmeters worden niet echt gevuld. En in het zuidwesten, uiterste zuiden en zuidoosten, daar zou het wel eens volledig droog kunnen blijven. Met vooral in Zeeland vandaag flink wat zonneschijn. Magere temperaturen, dat moet ik er wel gelijk bij zeggen. 15, 16, op een enkele plek 17 graden. En dat komt doordat er een stevige noordwestenwind waait. Matig boven land, maar vrij krachtig tot krachtig aan zee. En vooral in het Waddengebied staat er soms zelfs nog wat meer wind. Een windkracht 7. Redelijk onstuimig wat dat betreft. Die wind die gaat overigens vanaf morgen wel wat afnemen. Maar voorlopig bewaait hij uit het noordwesten. En dat betekent dat we ook dit weekend ons moeten tevreden stellen met een graad of 17. Veel wolkenvelden, af en toe zon, vooral in het noorden. Nog een spetterbuitje. De dagen daarna meer ruimte voor de zon, hogere temperaturen en dat alles bij een naar noord, later noordoost draaiende wind. Ja, die voert gewoon weer wat drogere lucht aan en dat betekent dat we volgende week toch gewoon weer over zomerweer kunnen praten. Fijne dag!